Beste Bart, 4 jaar geleden kwam u in het Vlaams parlement terecht. Uw inzet voor een groene en Vlaamse gordel rond Brussel trok u toen door naar het regionale niveau. U gaf er uw baan als hersteller van centrale verwarming en sanitair op. Dit laatste deed u met spijt in het hart, want u had altijd heel graag als arbeider gewerkt. Onder de mensen zijn in daad en kracht, het was en is op uw lijf geschreven. De ervaring die u in het bedrijfsleven opdeed, klonk ook door in het parlement. Het kwam tot uiting in uw rol als ondervoorzitter van de commissie Leefmilieu. Zo zorgde u ervoor dat installateurs van hernieuwbare energieinstallaties geen 3 jaar moeten wachten om een certificaat te krijgen. Al even pragmatisch en bekommerd om het milieu, kwam u ook tussen op het vlak van natuurbehoud, waterverontreiniging, zwerfvuil en afvalverwerking. En een van de grote specialiteiten was natuurlijk vuilniszakken. Wat dat laatste betreft, veegt u niet alleen voor uw eigen deur. U veegt ook voor onze eigen parlementaire deur. Zo schreef u mij een brief waarin u vroeg de blikjes in ons koffiehuis te vervangen door glazen flessen. Dit activisme typeert u en legde u eveneens aan de dag in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand. U zette zich in voor de problematiek van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. U kwam op voor de levenskwaliteit van de omwonenden. Beste Bart, vanaf december kan u uw strijd voor een beter milieu en tegen de uitbreiding van de luchthaven van Zaventem verder zetten bij de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Beste Bart, in naam van het hele parlement wens ik u veel succes met uw nieuwe job. Het gaat u goed. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.